Dit is de backstage van de VIRA-D in Diksmuiden. Daarbinnen zit Channel Zero, want na jaren kunnen ze hun 30-jarig jubileum vieren met een reeks concerten. Ze gaan dat vanavond al beginnen vieren met een exclusieve try-out voor de Die Hard fans. En ik ben er een van. How was it to see each other again after, because... It's amazing. It's like, you have to enjoy the moment. Sometimes you take it for granted. You're just warming up or sound checking. It hits me like, oh my God, I'm on stage with my bros who I haven't seen in, you know, 18 months or 20 months, you know. And then right into a sold-out gig, which is awesome. But it's not easy. Ik had een app in mijn telefoon die aftelde tot hoeveel dagen het nog was voor we konden spelen. Ah, zalig. Een beetje zoals een kind aftelt naar Sinterklaas. Eens kijken waar Frankie zit. Frankie? Ah. Zeg, en wat zullen jij nu gaan halen in de winkel? Wel, dit is de apotheek. Een keelspray. Heb jij last van je keel nu? Een beetje, een klein beetje. Ik heb hier heel de week een beetje in de kou staan repeteren. Nu kom ik er vandaag achter dat er ook verwarming was. Zak ik spray, maar goede tong uitsteken, hè? Voilà. Bon, dit is de eerste keer dat ik bespoten word. Bespoten word. Maar nu, 30 jaar later, ja. Helaas is Phil er niet meer bij. Dat is... Phil, onze beste teddybeer. Dat was een fenomeen. Ja. Een fantastische kerel, een fantastische drummer, ook een lolbroek. Had je dat geloofd, denk je, Phil, van shit, 30 jaar, is er nog altijd staan? Ik denk ook in 2010, als we dan er begonnen zijn, was Phil ook een stukje de drijfveer. Mm. Het was de bedoeling om één reunieshow te doen. Ja, die ene reunieshow zijn er dan 6 geworden, eigenlijk 8. Het is wel zo, zijn een impact. Ik had dat eigenlijk gemist. Ik denk dat Phil, die zou dat wel goed keuren. Die is er eigenlijk bij. Ja. Voor ons is die er eigenlijk altijd bij. Channel Zero.